hebben we weer. Ja, het is even vreemd om het te zien dat er gewoon weer mensen bij ons in de studio staan. Ja. Heb je niet? Ja, vind ik ook, ja. Maar niet zomaar mensen. We hebben gelijk een duo, want het open podium is ook weer open. Hè? Mensen kunnen weer elke maand bij ons gebruik maken van ons podium. Maximaal 5 minuten. Dus zit je nu te kijken of te luisteren en denk je van, nou, dat wil ik ook wel. Stuur even een mailtje naar openpodium@omroepflevoland.nl. Dat hoeft dus niet alleen maar zang te zijn. Kan ook zijn als je ontzettend leuk kan moppen, tappen of... als jij denkt dat je iets goed kan. Een act kan. Het kan ons niet gek genoeg zijn ook. Het kan ons niet gek genoeg. Ja. Zo kwam er ook een mailtje binnen van Traditie. Zeg ik dat goed? Ja. Goedemorgen, Max en Isolde, de ridder uit Almere. Ja. Ja, en Isolde, woon jij al heel je leven in Almere? Nou, ik ben een paar jaar weg geweest. Oh. Ik heb tot en met mijn 18e in Almere gewoond. Ja. En sinds bijna 2 jaar woon ik weer in Almere. Oké. Okay. En je kijkt daar even voor naar Max? Ja, ja. Was hij de oorzaak? Nee. Nee, dit keer nam ik hem mee. Oké. Okay. En waarom was je even weg uit Almere dan? Studie. En nog een studie? Andere studie. Ja. Nee, niet andere studie. Ja, wel andere studie, maar dat was niet de mijne. Maar Max, jij komt niet uit Almere natuurlijk? Nee, ik kom uit Frankrijk. Je komt uit Frankrijk, je spreekt heel goed Nederlands. Ja. Toch? Ja. Ja, ik ben in Nederland gekomen in eerste instantie voor mijn opleiding. Dus ik moest Nederlands leren ervoor. Ja. En, wat voor opleiding was dat? Architectuur. Oké. Okay. In Delft. Ja. En zij is streng geweest om mijn Nederlands te verbeteren. Dus, dat heb je goed gedaan, Isolde. Mijn complimenten. Ja, dan, daar doe je een jaar logopedie voor. Ja? Ja. Oh. Eén studie, andere studie, nog studie. Want hoe lang ben je nu in Nederland dan in totaal? Nu 7 jaar. Nou, ja, dat is toch, dat vind ik een applaus waard. Je hoort het bijna niet. Hij spreekt bijna beter Nederlands dan wij. Nou ja. Ik geef graag complimenten. Hey, maar jullie zijn samen en toen dachten jullie, weet je wat? Dat Frans wat ik meeneem, die roots. We gaan iets met muziek doen in Frans. Ja, nou dat is... Ik heb haar geïntroduceerd aan de muziek die ik zelf speelde. Dus de muziek van de regio waar ik vandaan kom in Frankrijk. Welke regio is dat? Dat is, ik ben in Limousin opgegroeid. Zeg me niks, waar ligt het bij? Dat is echt in het midden van Frankrijk, dat berggebied. Vlakbij Martin Meiland? Denk ik niet. Zegt hem niks. Hou zo. Nee. Dat is echt midden van Frankrijk, berggebied. Ja. En daarna, voor het begin van mijn opleiding, was ik... Ja, nog steeds in datzelfde gebied, maar sowieso een andere regio. Oké. Okay. Iets bekender. Iets bekender, Auvergne. Dus... Ja, wij zijn echt geen Frankofielen. Onze andere collega trouwens wel, Lego Schouwenaar. Ja, die gaat altijd naar Frankrijk toe. Ja, die leert zelfs ook Frans. Misschien kan je hem ook wat bijbrengen over de Franse taal. Of nee, dat kan Max dan weer beter. Ik niet. Ja? Nee? Maar je zingt ook in het Frans. Dus nee, ik zing in het Occitaan. Dat is heel bewust. Ik zing niet in het Frans. Occitaan? Wat is dat? Occitaan is het dialect uit Zuid-Frankrijk, of het zuiden van Frankrijk, alles onder het midden. Ja, ja. En het is het oude dialect. En is het van voor 18 zoveel toen het nog mocht. Ja, wordt het daar nu nog gesproken? In sommige gebieden of niet? Er zijn een paar mensen die vechten voor de traditie, die proberen het levend te houden, maar... Ja, je zegt toen het nog mocht. Er zijn vrij weinig mensen die dat nog in het dagelijks leven gebruiken. Ja. Ja, want je zei toen het nog mocht. Want dus het mag nu niet meer. Nu mag het weer wel. Wat verwarrend allemaal. Maar er is een tijd geweest... De overheid wou graag dat iedereen één taal ging spreken in het land. En dus ze hebben via de kinderen op school... op school was het strikt verboden om iets anders dan het algemeen geaccepteerde Frans te spreken. En ze hebben ook de kinderen... zo een beetje gemanipuleerd eigenlijk, zodat ze thuis ook tegen opa, die ook nog in het oude dialect sprak, komt te zeggen: opa, foei, je moet Frans spreken. Mm-hmm. En ja, zo is het redelijk snel bijna uitgestorven eigenlijk. Ja. Maar vanwaar die liefde dan daarvoor? Is die zo muzikaal? Weet je hebt ook bepaalde streken in Italië die zich bij uitstek leden voor de muziek. Maar is dat bij dat Occitaan ook zo? Ja. Wat maakt dat zo bijzonder dan daarvoor? Ik vind het veel poëtischer dan het Frans. En ik vind Frans al zo poëtisch klinken. Ja. Taal van de liefde, zeggen ze ook altijd. L'amour. Ja, de klanken zijn net wat anders. Ja. En de grap is, Occitaan is eigenlijk een basis. Want natuurlijk een dialect, dat was ook met de afstanden. Het was in iedere dorp een klein beetje anders. Mm-hmm. Maar dat is dezelfde basis als Noord-Italië en Noord-Spanje. Dat was ook allemaal dezelfde basis. Ja, een basisdialect. En binnen die basis verschilde dat weer iets. Het lijkt dus ook veel Catalaans. Ja, oh, ja. Catalan, ja. Ja, Catalan. Ik moet wel zeggen, dat dit is natuurlijk binnen de muziekwereld heel, een niche. Ja, behoorlijke niche. Maar kun je dan wel optreden en zo? Of is dat lastig? Want jullie zijn 1,5 jaar of zo bezig nu samen. Ja. We zouden meer willen optreden. Ja, dat snap ik. Dat is altijd voor de muzikant zo. Ja. We spelen over het algemeen dansmuziek. Dus het is ook leuk om naar te luisteren. Maar het is bedoeld voor dansers. Occitaanse dansmuziek. Ja, balvolk. Balvolkmuziek. En daar zijn verschillende stromingen balvolk. Maar het wordt in Nederland op één grote hoop gegooid. Eigenlijk Europees gezien op één grote hoop gegooid. Ja. En, zijn er mensen bekend mee geworden? Dat je zegt van nou, die en die zanger, die scoort er wel hits mee. Die wij ook kennen misschien? Of niet? Nee. Nee, binnen de balvolk kunnen we bekende namen noemen. Maar ik denk dat als je er buiten zit, dat je denkt... Wie? Jullie maken het jezelf wat dat betreft dus niet makkelijk. Maar misschien, na jullie optreden hier, gaat het ineens helemaal anders. En gaan jullie sky high. Dat zou zomaar kunnen. Je zou niet de eerste artiest zijn die zegt... nou, ik ben begonnen bij het open podium van Omroep Flevoland. Wie? Geen idee. Okay. Maar goed. Ik zou zeggen, installeer jullie lekker daar. Welk liedje gaan jullie straks zingen? Want ik heb geprobeerd het uit te spreken, maar dat doen jullie veel mooier. Eerst jij en daarna wil ik ook eventjes dat Max het zegt. Want jij zegt het natuurlijk helemaal. Nou ja. Isolde, hoe spreek je de titel uit? Dans j'avo tout le long de la neige. Oké, en Max, deze is het goed? Dans j'avo tout le long de la neige. Ja, dat betekent dansen totdat de nacht komt of zo? We dansen de hele nacht door. Nou, ik zat in de buurt. We dansen de hele nacht door. Dans je de hele nacht met mij. Ja, maar dat is een iets anders genre, denk ik. Ja. Goed, wij draaien even wat muziek en daarna dan gaan we genieten van jullie... hoe heet het nou ook alweer? Titel? Dan j'avo tout le long de la neige. Tenho Traditie. Het lijkt alsof er nu heel veel mensen in de studio zijn, maar dat is opgenomen voor de corona. Hè? Die, ja, dat moet er eventjes bij gezegd worden. Dat moet er even zeggen. Ja, heel erg mooi. Ja, precies. Ja, heel mooi. Prachtig en heel bijzonder. Ik hoop dat jullie nog heel veel optredens gaan krijgen. Het is allemaal terug te zien en terug te luisteren op onze website. Dus deel het vooral op jullie social media. En wie weet spoort het mensen aan om jullie te boeken.